Hey, dat is leuk, hè? Jullie zijn er weer, dat is mooi. Ik heb een hele gave collectie aan oude auto's die ik zo direct aan jullie laat zien. Dit zijn ook oude auto's, maar dan niet degene die bij die collectie horen. Deze staan hier toevallig. Ik ben in Zuid-Holland beland. In een koude, grote hal. Kun je het je voorstellen? Tweede Wereldoorlog, hè? Diende deze voertuigen. Wat hier allemaal mee is gebeurd en in is gebeurd. En wat de mannen in deze auto allemaal hebben beleefd en moeten doorstaan. Je kunt het je echt bijna niet voorstellen. Kijk dit. Die raampjes. Komt de vijand eraan. Raampjes dicht. Geen kogel door het voren. Maar ik ga jullie zo direct iets laten zien. Dat is wel apart. Een Sherman tank. Dat is niet deze. Deze is ook leuk, hè? Deze heeft nog wel iets heel klein beetje wat weg van een... Hummer of zoiets. Gaaf. En een Willys Jeep. Uiteraard, een Willys Jeep. Kijk eventjes hier. Dit is een Sherman tank. En dat, dat is vrij apart, hè. Alleen, Fury, misschien kennen jullie hem. De film met de hoofdrol voor Brad Pitt. Deze tank, niet zo één, nee, deze tank... had de rol in de film Fury. De mannen, het speelt zich bijna allemaal af in die tank, wat ze allemaal moeten doorstaan in hun strijd tegen de vijand. En dan lag het hier rondomheen, waar die auto dus op de setting stond, daar lag het verspreid met allerlei lichaamsdelen. En ik heb het een en ander naar foto's bekeken, daar ligt zelfs een paard dat doodgeschoten is. Echt bizar. En als je heel goed kijkt, dan zie je uiteindelijk dat het uiteraard geen echt paard is. En ook geen echte lichaamsdelen. Maar dit ding. Ooit hebben ze ermee gevochten. Lang geleden. En daarna diende die in de film Fury. En nu staat hij hier. Goed. Personenauto's. Kijk eens. Wat een gave setting, hè? Ik ben hier omdat een bekende van mij de eigenaar is van al deze klassieke auto's. En die worden binnenkort allemaal op een site geplaatst. En jullie kennen hem, Erik van Vuren. Daar ergens tussen loopt hij. Hij is al die auto's aan het fotograferen. En die worden dan dus zichtbaar op die site. En hij vertelde me wat er allemaal staat. Ik zeg, nou, even kijken natuurlijk, hè. Een jaar of 15 geleden was een Golf 1... helemaal niet bijzonder. Ja, er was toen al een Golf 2 en een Golf 3. En in een Golf 1 reed je eigenlijk gewoon in een oude Golf. Nou, in de loop der tijd zijn die dingen verdwenen. Er zijn er niet heel veel meer. Degene die er zijn, zijn ook nogal eens in matige staat. En deze, behorend tot de Amex collectie, is in nieuwstaat. Radio uit die tijd. Die grappige ronde lichtjes. Die kleine verklikken lampjes. Ik kan me nog herinneren. Van lang geleden. Spiegeltjes. Mechanisch verstelbaar. Die typische bekleding ook, hè? Uit een Golf. En een vierbakje. En nu, hè, als je maar lang genoeg wacht, nu is het een leuk ding aan het worden. Wat? Het is een leuk ding. Kijk, en dan deze. Nou ja, ze denken, ja, oude Golf. En daar geldt precies hetzelfde voor, hè? Dat is nu, misschien niet zo heel bijzonder. En dan wordt het wel. Zeker in deze staat. Die motorkap. Je moet eventjes een kleurtje hebben. En verder ook in dit geval gewoon een mooi vers karretje. Dit ding daarentegen is wel een klassieker. Is al lang een klassieker. De Volkswagen 412. Met het motortje achterin. Zie je dat? Zo'n hele hoge vloer. Daaronder zit dan dus de motor. En het is een station, maar dan dus een station met slechts twee deuren. Als je de achterste niet meetelt. Ruikt naar vroeger. 14.000 kilometertjes gereden, dames en heren. Hele gekke configuratie, hè? Een station kan met drie deuren en de motor achterin. Was ook geen ontzettend succes. Het succes van Volkswagen moest eigenlijk nog komen. Als je de kever althans en deze bus niet meerekende. We hebben bij Autovisie het een en ander mee gedaan. Ik heb erin geslapen met Patrick Johannes. Ergens op de Veluwe, wild kamperen. Heel grappig destijds.
Een item draaide in Autovisie TV. Hiervan. Het is een soort Citroën Mahari, maar dan van Volkswagen. Utilitair ding. Beetje voorganger van de SUV eigenlijk, hè. Alles kan er vanaf, de deuren kunnen eruit, het dak kan er vanaf, het voorraam kan plat. Er werd veel ingezet voor defensiedoeleinden. Nee, dan een DAFje. Ja, uit Nederland. Geproduceerd in Brabant. Een mooi kevertje. Deze is heel leuk. Dit is ook een Volkswagentje uit de tijd dat Volkswagen eigenlijk nog niet zo populair was. Ze hadden toen, dit is de K70 overigens, ze hadden toen natuurlijk de kever en ze wilden meer succes. Grotere auto's moesten er komen. Ja, dat lukte nog niet helemaal met deze, maar het is wel een bijzonder exemplaar. Ja, wanneer zie je ze? En dit dan. Mooi. Tijdens de introductie van Audi 100 werd er gereden met... deze Volkswagen terreinauto, die werd ingezet omdat die introductie plaats had ergens in Scandinavië. En die werd ingezet voor als de auto's vast zaten. En dat bracht een van de engineers al daar op het idee om met vierwielendrijving te komen. Hij dacht, dit autootje, dat is zo sterk door zijn vierwielendrijving. Die kan niet vast komen zitten. Waarom gaan we geen vierwielendrijving integreren in onze normale personenauto's? En daarna kwam de Audi Quattro. Deze staat dus als het ware in de geschiedenisboeken als de auto die de Audi Quattro heeft gecreëerd. Van de Iltis. Een Skodaatje. Is er ook weer zo één. Zo'n auto die geen klap waard is. Waar echt niemand op zit te wachten. Het was toen al een hele wedstrijd toen die auto gewoon normale productie en in de verkoop was. En daarna, ja, was het een min of meer verouderd ding. En nu zie je hem nooit meer. Wanneer zie je nou zo'n Skoda Coupé? Ook het motortje achterin. Ja, als je er dan eens een bewaart die in goede staat is, dan uiteindelijk wordt het een klassieker. Of het een gekende klassieker wordt, dat is even de vraag. Denk het niet. Dit soort auto's doen het al beter. Hele mooie Audi Coupé. Ik heb hierin gereden. Dat ding dat rijdt echt super. Hij is er ook weer bij, hè? Ja. Is het koud? Ja, een klein beetje. Niet normaal, hè? Het vriest hier binnen. Ja. Maar wat een gave collectie, Erik. Gaaf, hè? Heel mooi. Simpel dit ook. Een Golf GTI'tje. Ja. Voorin staan er misschien wel een... misschien het allerleukste. Kijk of je het vanaf hier kan zien. Die gele. De RO80. Hey. Ja, maar dat is inderdaad een bijzonder. Deze ook. Een wankelmotor, oftewel rotatiemotor. Een Golfje GTI is natuurlijk helemaal een wilde, hè, nu. In mooie staat kost hij gewoon echt een bak geld. Maar goed, het gaat niet altijd om de kosten, hè. Het gaat om de liefhebberij. En als je er jaren geleden eentje had aangeschaft of bewaard, ja, dan zit je goed. En ik zeg, blijf hem bewaren. Deze bedoelt Erik, de RO80. Die 80 die staat voor de prijs. Volgens mij moest dat ding toen 8000 D-mark kosten. De prijs, daar ging die overheen. Hij moest 80 pk hebben. Volgens mij meer dan 110 pk, meen ik. En hij moest 800 kilo wegen. En hij woog meer dan 800 kilo toen die op de markt kwam. Met andere woorden, die naam slaat eigenlijk nergens op. Maar dat neemt niet weg dat het een heel mooi ding is. Auto van het jaar geweest. De autoverkiezing van Autovisie, hè, in oorsprong. En daar scoorde deze. En natuurlijk, omdat het een zeer innovatief ding was. Voorwielaandrijving, onafhankelijke wielophanging, die gekke rotatiemotor. Maar bijvoorbeeld ook iets heel simpels als hele smalle stijlen van de ramen. Waardoor je dus heel veel zicht om je heen hebt. Dat is weer veilig. En heel veel binnenruimte. Kijk, zo'n vrijwel vlakke vloer. Achterin veel ruimte. Dit was echt een uniek ding. Alleen hij was zo modern, zijn tijd zo vooruit, dat het ook weer geen succes werd. En de kever. Het begon allemaal net na de Tweede Wereldoorlog voor de kever in Nederland. En daarvoor is hij natuurlijk ontwikkeld. En daarna kwam hij dan ook voor de export
op de markt. En dan was het allereerste exportland, dat was Nederland. En het allereerste importproduct van Volkswagen door de firma POM, dat was de Kever. Ja. En bij Ames waren ze er al heel vroeg bij. Helemaal in het begin deden ze al mee. En uiteindelijk zijn er honderdduizenden kevertjes geëxporteerd. Van heel veel naar Nederland. Ze konden het werkelijk niet aan in de beginjaren. En in de jaren 50 treinladingen vol. Nou weet ik niet of die werkt. Richting een wijzertje. Nee, er moet waarschijnlijk het contact erop staan. Maar het is wel een mooi exemplaar. Ovaaltje. Geen brilletje. Het ovaaltje kwam ietsje later. Maar ook dit is een oude. Ik zag nog iets. Even naar moeten kijken. Een Formule V. Met alle grote namen van lang geleden op Zandvoort. Die hebben we hier in leren racen. Dat is een eenvoudige opzet. Kijk, je ziet het ook. Wielophanging. Een Formule V, dat sloeg natuurlijk op Volkswagen. Hè? Het is namelijk gewoon een kever. Op als kevertechniek heel licht. Deze is in unieke staat ook. Kijk, die wielophanging. Zo mooi gemaakt. Inmiddels echt race hoor. Geen kuipstoel. Gewoon een beetje kussen. Hiermee schakelen. Pedaaltjes. En dan allemaal hetzelfde product. Allemaal dezelfde kant op ook. En de snelste, inderdaad, die won de wedstrijd. Een heel puur racertje. Waar uiteindelijk de allersnelste uit voortkwamen. En die zijn groot geworden. Hé, hey, een kadetje. Is er ook weer zo een. Simpele auto. Voor een heel groot publiek ingezet. Deze auto heeft ook een groot deel van Nederland mobiel gemaakt, zoals de Kever dat ook heeft gedaan. Ook leuk hè, ik denk dat dit een 20-klepper is, Audi Quattro. Audi 90 coupé, moet ik eigenlijk zeggen. Quattro, snel ding hoor. Met een hele mooie 5-cilinder erin. Dezelfde 5-cilinder zit ook in de echte Audi Quattro. Mooi exemplaar. Ik heb een keer in die gereden en het is wel een iconische auto. Wat dacht je van deze? Een Karmann Ghia. Hey, kijk dan. Het ding is echt misschien wel mooier dan nieuw. Mooi hè, die lijnen. Niks nephout. Echt hout. Volkswagen techniek. Maar dan verpakt in een echte designjas. Kijk, is dat de opvolger van die auto die ervoor staat? Hè? De Golf Cabriolet. Die is heel lang in productie geweest. Ik weet het niet eens hoe lang. Maar misschien weten jullie het wel. Reageer er even onder. Ik denk wel een jaar of 20. Of nog meer. Op basis van de Golf 1. Er was al lang een Golf 2 en een Golf 3. Maar ze bleven die Golf 1 als cabrio bouwen. En deze ging daar aan vooraf. De Kever cabrio. Mooi dingetje. Die zijn overigens nog te vinden voor fatsoenlijk geld hoor. Als je zoekt. Staat die verschilt nogal eens. Ja, zoals dat altijd gaat bij klassieke auto's. Maar ik denk als je een beetje je best doet dat je voor zo'n 15 een heel redelijke kunt vinden. En het leuke van een kever is dat je de onderdelen nog kunt vinden. Wordt er niet heel veel warmer op, hè? Wat zeg je? Wordt er niet heel veel warmer op? Nee, omdat het heel gezellig is, heel veel warmer wordt het niet. Mijn handen slaan paars uit. Hey, maar wat mij opvalt is dat ik al die karretjes wel hoor lopen. Meer een deel, ja. Goed. Ja, sommige hebben inderdaad een beetje last nodig. Van de kou of een zetje nodig inderdaad. Maar de meeste doen het inderdaad gewoon. Heb je een favoriet? Ja, ik wel. Ik de Iltis. Ja. Echt? Ja, ik vind ze ook gaaf. Ja, dat noem ik namens code rood. Ja, inderdaad.
Ja, en het verhaal erachter, hè? Dat is wel echt gaaf, hè? Ja, dat ze dus dit hebben zien rijden. Dat ze zeiden van, deze willen wij hebben. Ja, bij Audi. Ja. Ja, en daarna, kun je je voorstellen, daarna kregen heel veel auto's vierwielendrijving, hè? Ja. Audi begon ermee, maar Mercedes doet het, BMW doet het. Ja, wie doet het eigenlijk niet? Dus nee? Dit is de... Heb ik vierwielendrijving? Nee. Ik, ja. Nee, niet trouwens. Maar ik wou zeggen mijn pick-up, maar dat is niet waar. Nee. Jij ook niet? Nee, ik ook niet. Nee. Hij staat je goed. En jij moet toch aan de klassieker, hè? Ja, geloof ik, hè? Ja. Wel handig voor filmen en zo, hè? Vind je niet? Bedoel ik. Camera gaan vastmaken. Strand op. Beach Boy. Huppakee. Lekker. Ja, een Fiatje 600 nog? Nee. Niks ervan. Een Seatje 600. In Spanje zie je ze nog wel eens een enkele keer staan. Zullen wij wel even van die bunning gaan zitten? Even kijken naar de camera. Dat is een aardig rukje. Dus hier heb ik natuurlijk twee, hè? Als het nu fout is, dan... Maar alle knopjes staan goed. Ja. Ook op mijn camera. Ja. Dus meer dan alleen knopjes, hè? Maar wat zijn jullie aan het doen? Ja, niks eigenlijk. Nee. Dus een keer. Ook gewoon verder mee ingepikt. Hebben jullie enig idee hoeveel deze collectie ongeveer waard is? Meer dan een tientje, denk ik. Kom op, schat eens. Ongeveer 40 auto's. Kijk eens vluchtig om je heen. Ik weet het. Iets meer dan een rond een miljoen. Ja, Erik, waarom? 6 ton. Heb maar. Hey. Goed, hè? Heb je snel gekregen? Ja, nee. Ik heb het gehoord. Ja, makkelijk. Maar moet je nagaan, hè? Er zitten een heleboel auto's bij. Dat was 10 jaar geleden. Liet je hond er niet tegenaan pissen. Ja. Hè? Bij wijze van. Maar het is als ik nu mooi spul. Als je 1000 euro hebt, wat moet ik dan doen? Als je nu 1000 euro hebt? Ja, 1000 euro is niet zo heel veel. Nee, maar wat je hier staat, is een Golfje GTI. Ik weet niet precies waar die staat. Oh, tadaa, we kijken er nu tegenaan. Maar goed, dat is een kostbaar autootje. Dat was jaren geleden geen kostbaar autootje. Een Golf 2 GTI. Heb je niet voor... Ja, dat zeg ik. En een Golf 3 GTI ook. Kopen, zorgen dat die mooi is, fatsoenlijke staat, weinig kilometers en wegzetten. 100%. Echte GTI'tjes die zijn er over op Ocean niet meer. Ja, heel veel van die eerste generatie Golfjes natuurlijk, die heb je wel vaak tussen de 500 en 2000 euro. Maar ja, maar in mijn gammele staat. Maar zo, ja, behalve dan degene die helemaal vooraan staat met, ja, die is mooi, hè? Motorkap, die, oh, die. Ja, is voor weinig. Ja, die is voor weinig. Ja. Dat moet een klein beetje werken. Ja, en zo'n modelletjes, een Golfje 2, daar een GTI'tje van. Zet hem maar weg. En toch blijf ik even doorpakken. Of bitcoins. Absoluut. Patrick? Wie? Patrick, Bitcoin, Johannes. Zo wordt hij ook wel genoemd. Die kennen jullie wel, hè? Cadillac, Oldsmobile. Die niet. Mag ook nu niet meer. White. Hey, hebben jullie nog wat? Nou, voor mij ga je verhuizen. Of niet? Ik? Ja, niet. Doen jullie een beetje voorzichtig, jongens, vanavond? Vingertjes. Jij niet te veel champagne, Johannes. Is dit nou de laatste? Dit is de laatste van 2017. Oh. Bye bye. Plezier vanavond. Jullie ook. Feestdagen. Doei doei.